Gezond en lekker eten. Samen zijn. Sociaal verband. Kennisuitwisseling. Van harte Resto maakt het mogelijk. Ik heb jullie ook gemist. Ja, dat de hele week zonder. Ja. Ben Lachap is manager en gastheer van het restaurant. Je bent niet recht het weer. Van harte is echt ervoor om mensen bij elkaar te brengen en dan een sfeer te creëren waar mensen in gewoon vrij en contact met elkaar maken. Vooral bij elkaar zijn en met elkaar zijn. Het doel is ook om de eenzame mensen uit het huis te halen. En bij Van harte is het is een laagdrempelig restaurant. Nou, dan kom je al bijna 2 jaar al. Dinsdag en donderdag komen we, ja. Auto gezellig. Die mevrouw is vreemd van mij. En dan kan je gezellig mee praten. En dat is ook met de mensen die daar zitten. Met die buitenlandse mensen. Kun je ook gezellig praten. En het is hier heel goedkoop. Hartstikke gezellig. Net een huishouding. Onderin. Je hoeft niet meer alleen te eten. Ja, heel leuk. Want met veel, zeg maar, cultuur en zo. Ja, het is gewoon leuk. Het is smakelijk. Het is gezellig. Ja, en je... Het zijn geen intieme contacten, maar het zijn toch gewoon leuke sociale contacten. Ja. De gemeentelijke kredietbank helpt mensen bij het saneren van hun schuld. Hele goedenavond allemaal. Ja, goedenavond. Welkom. Fijn om elkaar weer te zien. Voor vanavond is er ook iemand van de kredietbank. Die gaat tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht gaat hij in ieder geval er wat over vertellen. Dat is al eerder ook wel eens gebeurd. En als er wat vragen zijn erover, dan mag u dat gerust aan hem doen. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon, zoals elke keer weer, een lekker menu op de kaart staan. Tenminste, dat denken we. Dat is elke keer afwachten, hè. Ook om de eenzame mensen uit het huis te halen. Daarnaast doen we ook heel veel met verschillende culturen bij elkaar brengen. Dat mensen ook van alle nationaliteiten, alle geloven bij elkaar komen. Wij sluiten daar ook heel veel samenwerking met andere instanties, zoals de gemeente Kredietbank, die op hun beurt dus dingen komen vertellen. De kredietbank is volop in beweging. En misschien heeft u dat in de media een beetje meegekregen. Ik sta hier overigens niet om... De kredietbank zo goed mogelijk te promoten. Wij zijn namelijk geen commerciële instelling. Wij zijn een onderdeel van de dienst Sociale Zaken. Tussen de twee instellingen groeide een samenwerking. We hebben ooit elkaar een keer ontmoet. En dat is alweer van een tijdje geleden. We hebben al meerdere presentaties gegeven. Dus in het begin van Van harte zijn we samenwerking gaan zoeken met instanties die dus ook aan de sociale armoede bijdragen, maar ook aan de armoede zelf. En de gemeente Kredietbank is een van de belangrijkste om ook armoede te voorkomen. Via de presentaties bij Van harte Resto komt de kredietbank in een vroeg stadium in contact met mensen. Zo kan er veel preventief worden opgepakt en komt de kredietbank op een prettige manier dicht bij de doelgroep te staan. Hoe ga je nu om met geld? Wat zijn nou tips om goed uit te komen met je budget? Heeft u wel alle toeslagen waar u recht op heeft? Krijgt u wel alle vergoedingen die u kunt krijgen? Heeft u wel recht op een ooievaarspas, hè? Wat u misschien... Het verrast me in positieve zin hoe hierop wordt gereageerd. En hoe open men ook is over hun eigen financiële situatie. Ook wel goed voor mensen die bijna geld hebben. Vind ik wel goed voor. Jawel. Maar goed die inlichting en dat je wat weet. Dat je als je in nood komt, dat je er weet waar je heen moet. Dat weet je niet. Het wordt niet gepubliceerd. Nee. Interessant. Ik wist er niks van. Ja. Eerste keer hoorde ik het. Ja. Ga gewoon een keertje naar misschien. Ja. En door de gemeente Kredietbank erbij te halen, hopen we dat ook te kunnen voorkomen. Want heel veel mensen
door financiële problemen niets meer kunnen doen. En zeker niet uiteten, maar ook niet meer in het sociaal leven komen. En zo ontstaat ook het isolement. Welke aanbevelingen hebben Ben en Dennis voor andere instellingen die willen gaan samenwerken? Wij werken dus samen met een aantal instanties, maar we weten eigenlijk niet wat de andere kant doet. Ik heb gewoon een lijst samengesteld van alle instanties die dus wat doen. En die nodig ik uit om bij mij te komen eten en we kijken dan samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik denk dat het heel verstandig is om eens een keer bij een andere instantie gewoon een dagje te gaan kijken. Al loop je maar een uurtje mee om te kijken van waarom doen die mensen dat, hoe werken ze en hoe reageren daar de mensen op.